NetSchool is het officiële communicatiemiddel van de school met onze deelnemers. In NetSchool treffen deelnemers allerlei zaken aan die ze nodig hebben voor hun opleiding. En daar zien we hier bij de informatiebronnen, het portfolio, de studieroutes, de projecten, zien we allerlei mogelijke keuzes die de deelnemers moeten maken. In de studieroutes wordt materiaal beschikbaar gesteld voor ze. In de projectruimtes kunnen ze met elkaar werken aan projecten. Daar wordt op dit moment nog niet heel erg veel gebruik van gemaakt. Zeker niet in de eerste periode. Dat alles nog aan elkaar moet wennen. Wij aan de deelnemers aan ons. Maar langzaam maar zeker zullen we veel meer gebruik gaan maken van deze omgeving. En dan zult u ook hier bij de studieroutes en dan zult u ook hier bij de projecten terug kunnen zien wat de deelnemers aan het doen zijn. Klik nu even iets al te enthousiast. Deze hoek is dus vooral voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de deelnemers. Nu nog niet, later zeker. Belangrijk voor u om te zien als ouder van een deelnemer bij het Horizon College is wat er hier aan de rechterkant gebeurt in de informatiewidget. In die informatiewidget staat een aantal zaken bij elkaar die enorm belangrijk zijn en een goed inzicht geven in wat we eigenlijk met elkaar aan het doen zijn. De eerste informatiewidget, dat is dit ding hier, de voortgang. Bij de voortgang kunt u terugzien op het moment dat de deelnemer daadwerkelijk toetsen heeft gemaakt waarvan het cijfer wordt opgeslagen in het systeem. Er worden ook toetsen gemaakt die door de docent tijdens de les worden uitgereikt en waarvan de docent apart cijfers bijhoudt om te kijken. Heeft iemand zijn huiswerk gemaakt? Dat zijn geen officiële toetsen. Maar die officiële toetsen, op het moment dat we die afnemen, dan komen de cijfers daarvan hier in het voortgangstraject zichtbaar. Vervolgens kunt u daar op klikken. Als de deelnemer klikt op deze widget, dan krijgen we dit overzicht. En dan ziet u hier, we hebben nog geen naam ingevuld, we hebben hier maar even een deelnemer aangemaakt die niet bestaat. Maar dan ziet u wel wat al de verschillende onderdelen zijn die per periode kunnen worden afgetest. Niet alles vindt op hetzelfde moment plaats. Maar langzaam maar zeker gaat deze hele lijst zich vullen met cijfers totdat alles voldoende staat. En als al deze cijfers voldoende staan, dan is de deelnemer aan het einde van zijn opleiding aangekomen. En dan zullen we ook de laatste onderdelen ingevuld hebben en heeft de deelnemer zijn opleiding met goed gevolg afgelegd. Laten we hopen dat dat bij iedereen gaat gebeuren. Andere dingen die er belangrijk zijn, dat is de widget opleidingsinformatie. Want bij de widget opleidingsinformatie, daar kan u ook precies terugzien wat wij nou eigenlijk verwachten van onze deelnemers. Op het moment dat je die opleidingsinformatie widget aanklikt, krijgt de deelnemer dit veld in beeld. Hier vult hij zijn deelnemersnummer in. Ik heb dat van tevoren alvast even gedaan. En dan krijg je een overzicht van de assistentmanager internationale handel. Dat is de opleiding waar de deelnemers nu voor staan. Die klikken we aan en dan zien we hier de leeswijzer bij de handleiding onderwijs. En dat is een bijzonder uitgebreid document. Dat staat vol met nuttige informatie. Wat kunnen wij bieden, maar ook wat mogen wij verwachten van de deelnemers. Het gaat over beroep en opleiding. Wat gaan ze leren? Hoe gaan ze leren? Hoe lang duurt de opleiding? Hoe werkt het met je stage, met je BPV? Hoe zit dat in elkaar? Hoeveel uren moet je maken? U ziet het hier terug. Het totaaloverzicht van de opleiding assistentmanager internationale handel duurt in principe 3 jaar. Het is soms mogelijk om er langer of korter over te doen, uiteraard afhankelijk van de inzet van de deelnemer. Maar in principe en eigenlijk altijd duurt die opleiding 3 jaar. Dan ziet u hier in overzicht staan hoe lang bent u ze nou eigenlijk kwijt, hoe lang zitten de deelnemers bij ons binnen. Per jaar 1000, 1082, 870. In het totaal houden wij ze 3000 uur van de straat.
Voor de rest staat dit helemaal vol met nuttige informatie. Het is een bijzonder uitgebreid document wat ook vol staat met examenplannen, kerntaken en alle verschillende onderdelen die deelnemers moeten gaan doen. Daarbij treffen we ook aan burgerschap en een planning over wanneer welke zaken via examens en toetsen worden afgenomen. Een belangrijk document. Maar misschien nog wel belangrijker voor u, behalve dan om te weten hoe lang ze hier binnen zitten, is wanneer zitten ze hier binnen. Daarvoor hebben we dit toeltje, het lesrooster. En dat lesrooster, dat vindt u dan weer terug op het moment dat daarop geklikt wordt, hier. Let goed op. De groep deelnemers waar we het nu over hebben, dat is de groep 15 UO4 HVM 1G. Onthoud vooral 1G. Ik zal u laten zien hoe dat rooster werkt als u daar naartoe gaat, want u hoeft niet per se in NetSchool te zijn om met dat rooster te kunnen werken. In de URL-balk tikt u eenvoudigweg in rooster.horizoncollege.nl, rooster.horizoncollege.nl, dan krijgt u deze startpagina. De opleiding die nu gevolgd wordt, waar we het nu over hebben, is de opleiding die valt onder handel en transport. En als u klikt op rooster, kunt u hier de betreffende week uitzoeken. We zitten nu in deze week. U zoekt de klas uit en die klas was 1G. Dat betekent dat u hier kunt zien dat alle deelnemers op maandag, op woensdag en op donderdag om 8:30 op school worden verwacht. En op dinsdag, woensdag en vrijdag tot 4:30 hier aanwezig zijn. En een enkeling zal ik om 4:30 op woensdag of op vrijdag nog uitnodigen voor een goed mentorgesprek. De verslagen van die mentorgesprekken, die treft u dan weer hier onderaan. Als ik dit aanklik is dat leeg, uiteraard. Want met virtuele deelnemers houden we geen mentorgesprekken. Goed, dus lesrooster kan via NetSchool. Kunt u ook rechtstreeks vinden op rooster.horizoncollege.nl.